Ja, het is gewoon gigantisch balen. Ja, nu hebben we gewoon maar even zien wat het. Primoz en Stevie worden nu onderzocht, maar ja. Ja, ik ben ook wel enigszins verbouwereerd. Ik bedoel, we waren goed voorbereid op deze finale, maar ja, goed. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dan heb je het vooral over de onveilige parcoursen. Of de manier van rijden. Ja, het onveilige parcours, ja, dat is. Ja, dat kan gewoon natuurlijk helemaal niet. Maar ja, dus ja, helaas hoort dit bij de Tour. En dat hebben we vandaag ondervonden. Maar je maakt een heel geslagen indruk. Is je Tour verloren? Voelt het al zo? Ja, geslagen indruk. Wat denk jij dan? Als je zo'n dag meemaakt. Dan krijg je natuurlijk wel even een opdoffer van. Ja. Dus ja, ik denk niet dat... Dit zal niet zo makkelijk zijn om hiervan te herstellen, nee. Dus, ja. We gaan eerst maar zien wat de uitkomsten zijn van de onderzoeken. Maar het is gewoon frustrerend om na een derde dag, na zoveel voorbereiding... en als je zo goed bent en er zo goed voor staat, dat het zo eindigt. Dat is gewoon heel hard. Maar goed, ja. Primoz is last opnieuw van zijn heup, geloof ik, voor röntgenfoto's. Nee, daar kan ik niks over zeggen. Dat weet ik niet. Nee. Hoe gaat het er nu voor jou uitzien? Wat is nu jouw rol? Wat kan jij nu nog doen? Ja, gewoon eerst kijken hoe het ervoor staat. En dan gaan we vanavond weer vooruit kijken.